Het sporen naar Boxtel en vanuit Boxtel is van heel grote betekenis geweest voor de treinhistorie van Nederland. Er waren 4 spoorwegen in Boxtel. Eentje vanuit Eindhoven, eentje vanuit Tilburg, eentje vanuit Den Bosch en eentje vanuit Gennep. En met name die laatste lijn, die is heel belangrijk geweest in het Nederlandse spoorwegnet. Het is wel interessant om te vertellen hoe de spoorweggeschiedenis van Nederland in elkaar zat. In de 19e eeuw werden alle landen om ons heen en de concurrerende landen zoals Engeland, België, Frankrijk en Duitsland volop spoorwegen aangelegd. Alleen in Nederland wilden we daar nog niet zo aan. We hadden een prachtig net van postkoetsen, allerlei vaarten waar je makkelijk over kon varen, trekschuiten. Waar zouden wij in de vredesnaam spoorwegen voor nodig hebben? Het particuliere initiatief die vond het allemaal niks. Er kwamen allerlei concessies binnen, maar er gebeurde helemaal niets. Totdat op een gegeven moment de regering zelf zei van jongens, zo gaat het niet verder. Wij raken onze concurrentiepositie helemaal kwijt. Het is nodig dat wij ook zelf een goed net beschikken. De staat ging zelf zorgen voor het aanleg van de spoorwegen. En het gebruik daarvan dat werd overgedragen aan de particulieren. De regering bepaalde allerlei staatslijnen. En Boxtel kwam in allebei die staatslijnen te liggen. Want Den Bosch en Tilburg, dat waren 2 verschillende staatslijnen. Daardoor werd Boxtel plotseling een belangrijk knooppunt. Maar als je naar de kaart van Brabant kijkt, vind je het eigenlijk vreemd. Waarom zou je van Tilburg naar Eindhoven gaan over Boxtel? Dat is helemaal niet de kortste lijn. De kortste lijn is via Oorschot. Het feit dat Oorschot vrij dicht bij de Belgische grens lag, gaf overwegingen om het over Boxtel te doen. Vergeet immers niet dat niet heel lang daarvoor de België was afgescheiden van Nederland met nogal wat ruzies. Dus dat is een van de redenen waarom het spoor door Boxtel gaat. Door de staatslijnen hadden we zo dus 3 richtingen om te bereiden vanuit Boxtel. Dat was Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. En er kwam nog een hele belangrijke bij. In 1873 kwam de spoorlijn bij van Boxtel naar Duitsland. Het ging over Veghel, Uden, Gennep en zo naar Wesel toe. En dat was een heel belangrijke baan. Wij noemen het het Duitse lijntje. In Duitsland werd en wordt gesproken over de Boxtelerbaan. Die spoorlijn bleek op een gegeven moment heel belangrijk te worden in het vervoer binnen Europa. Je moet wel beseffen dat je toen de tijd, als je van A naar B wil en het duurde lang, had je al het enige alternatief. Dat was de postkoets of het schip. Maar treinen gaven de mogelijkheid om wat sneller te reizen. Nu was het bijvoorbeeld mogelijk dat als de koning van Engeland stierf, dat zijn neef, de tsaar van Rusland, daar 2 dagen na de hand kon zijn om de begrafenis bij te wonen. Nou, dat werd op een gegeven moment de functie van die lijn. Heel erg belangrijk, veel vervoer en je mag gerust zeggen, toen het schakel in het Europese spoorwegennet. Op die trein, dus die vanuit Moskou naar Londen ging, hebben natuurlijk mensen gezeten die dat konden betalen. Dus er waren natuurlijk ook diplomaten. Dus met allerlei zaken die belangrijk waren. Kijk, die postkoetsen en die paarden die waren uit beeld. Dit ging natuurlijk veel sneller. En vooral ook omdat ze vlissing op de boot konden naar Engeland. Dat die verbindingen er allemaal waren. Dus eigenlijk heel internationaal. Dat verkeer ging over via de haven van Vlissingen. Vlissingen was toen de grote haven in Nederland. Veel groter dan Rotterdam. En er was een bootverbinding van Vlissingen naar Queensborough. In de treinen liep er nog heel vaak een postrijtuig mee. Bemand en al. Vaak vond dat sortering plaats, zodat op het eindpunt de post al netjes gesorteerd was in zakken om naar de postkantoren te brengen. Als we praten over het aanleggen van de lijn Tilburg-Boxtel, is 1 bijzonderheid te melden. De lijn passeert daar kasteel Nemelaar op vrij korte afstand en de kasteelheer moest grond verkopen aan de Nederlandse spoorwegen om daar de lijnen over te laten lopen. Hij bedong bij een verkoop van zijn grond dat hij een aparte halteplaats mocht hebben. Dat wilde zeggen, als hij aankondigde dat hij met de trein ergens naartoe wilde, dan moest de trein daar stoppen. Vrij lang is dat doorgegaan. Dit soort eigenaardigheden waren er veel meer bij de aanleg van de spoorwegen in Nederland. Je kunt je voorstellen dat bij spoorwegen de communicatie erg belangrijk is. Die verliep in het begin van de sporenaanleg met soort optische signalen, met soort vlaggen en zo allemaal. Maar mijn uitvinding die heel erg aansprak was de grote redding voor het communicatieprobleem, de telegraaf. Met 1 draadje tussen 2 plaatsen en een morsensleutel kon je aan elkaar gecodeerde berichten sturen. Nou, dat stuk van communicatie was bijna onmisbaar bij het spoorbedrijf. En dat betekende in de praktijk dat station Boxtel
al veel eerder telegraaf en al veel eerder telefoon had dan het postkantoor. Was Boksel in de begintijd van het spoor nog een ingeslapen dorpje? Dat veranderde wel door het spoor. Je moet de sociale gevolgen van het station voor Boksel en de komst van de spoorwegen niet onderschatten. De eerste grote bedrijven in de Boksel die vestigden zich aan het spoor. Het overplaatsingsbeleid van de NS zorgde ervoor dat heel veel mensen die niet katholiek waren in Boksel gingen wonen en in Boksel gingen werken. Dat gaf vrij veel sociale onrust. En in die tijd, we praten over het begin van de 20e eeuw, begon het marxisme, begon Rusland en zo al een beetje op te spelen. Met andere woorden, het socialistische gedachtegoed kreeg meer aanhang. En dat waren we helemaal niet gewend. En er gebeurde iets heel speciaals. De heel bekende activiste Henriette Roland Holst kwam ook naar Boksel om mensen te werven voor de Zwakbond. Daarvoor moest een cafeetje uitgezocht worden. En de pastoors en de kapelaans van Boksel verboden ieder café om ruimte ter beschikking te stellen. Alleen niet iedereen trok zich daar iets van aan. In café de Rotte Sok werd een zaaltje gehuurd. En daar kwam Henriette Roland Holst praten. Maar kapelaan Donders, die kapelaan was van de Heilig Hartparochie, die had het gehoord en die ging er naartoe en die leverde stevige kritiek op Henriette Roland Holst. Het allereerste station in Boksel kun je nog bijna terugzien als je in Oosterwijk bent. Het station van Oosterwijk is voor een heel groot gedeelte gelijk aan het allereerste station Boksel. Maar al na 7 of 8 jaar toen bleek al dat het station veel te klein werd. Zeker toen het Duits lijntje steeds belangrijker ging worden en ook het verkeer in Nederland duidelijk begon aan te trekken. En Boksel werd een knooppunt. Er kwam dus een draaischijf en er kwamen locomotiefloodsen. Toen was het belangrijk dat er een groot station kwam. In het begin hadden nog geen sporen aan de straatkant. Alle sporen waren nog aan de achterkant van het stationsgebouw. Je kon gewoon vanaf de straat, vanaf het stationsplein, kon je zo het perron oplopen. In 1901 werd ook aan de voorkant een spoor aangelegd. Reizigers konden via een tunneltje het station bereiken. In 1928 is dus de voetbrug gebouwd dat de voetgangers en, als je sterk bent, de fietsers aan de kant van het station konden bereiken zonder om te rijden via de dubbele overweg. In de 80e en 90e jaren wilde de spoorwegen flink gaan investeren in de toekomst. Men wilde veel meer treinen laten rijden, veel grotere frequenties en men vond dat eigenlijk ook bij de moderne tijd eigenlijk een nieuw station wel hoorde. Na heel veel discussies werd in rond 1998 het station gesloopt. Ik ben benieuwd of dat tegenwoordig nog zou toestaan. Het was eigenlijk toch wel erg mooi erfgoed. Daarvoor in de plaats hebben we station gekregen dat niet ieders enthousiasme kan opwekken. In de crisistijd van de jaren 30 kwam een hele grote reorganisatie. En dat betekent dat heel veel stations gesloten werden. Voorbeeld, we hadden tot dat moment station S, maar dat is toen opgeheven. Wat voor Boksel veel belangrijker was, er was een heel groot stoomdepot met een grote draaischijf en veel locomotieven. Dat werd afgestoten. De locomotief die in Boksel stonden, die werden verdeeld over Tilburg en Eindhoven. En het personeel werd ook overgeplaatst. Een volgende grote reorganisatie vindt plaats aan het begin van de 60e jaren. De armseinen verdwijnen, de overwegen worden vervangen door AHOPS, met andere woorden al het seinhuispersoneel, overwegpersoneel en veel ander personeel werd overbodig. En vanaf die tijd moet Boksel het doen met super weinig personeel. De echte bloeiperiode was natuurlijk van het begin. En toen kwam natuurlijk de Eerste Wereldoorlog. Ja, toen zat de klat erin, want wij waren natuurlijk neutraal. Nou, in die trein, de regen in de trein dan natuurlijk meer, dat was over. Ja, en ja, daarna is dat eigenlijk in de slop geraakt, zeg maar. Hè. Het was natuurlijk een mooie verbinding met Schijndel en met Uden en met Volkel en Gennep. Hè. Het was best een hartstikke mooie route ook nog. Het lijntje bleef wel in bedrijf, maar het werd een lokaal lijntje. Een lokaal lijntje dat plaats was Boksel, Schijndel, Veghel, Uden, Milhaps, allemaal met elkaar verbond. En als zodanig had het nog wel wat waarde, maar het absoluut niet meer dezelfde waarde als die het had voor de Eerste Wereldoorlog, toen echt belangrijke treinen over het Duitse lijntje gingen. Al vrij snel na de Eerste Wereldoorlog werd het tweede spoor opgebroken en bleef er een enkelsporig lijntje over, dat eigenlijk nooit meer belangrijk zou worden. Tot 1940. In 1940, 10 mei, werd het heel belangrijk. De Duitsers kwamen binnen
En de Maasbrug bij Gennep, dus de Maasbrug van het Duitse lijntje, was de enige brug over de Maas die in de handen viel van de Duitsers zonder opgeblazen te zijn. En dat betekende dat meteen het Duitse lijntje een heel belangrijke aanvoerlijn werd voor de militairen uit Duitsland en naar Nederland en verder richting Antwerpen en richting Rotterdam. Tot 100 treinen per dag, dat staat in de historie, werden door de Duitsers richting Nederland gestuurd. 1944, aan het eind van de oorlog, de Duitsers moesten terugtrekken en dat deden ze meestal met de tactiek van de verschroeide aarde. Men vernielde de seinhuizen, men vernielde de wissels, de draaischijf gingen bommen in, de bruggen over het smalwater werden opgeblazen. Met andere woorden, de Duitsers waren weg, maar ze lieten een ontzettende puinhoop achter. Het stationsgebouw zelf bleef redelijk goed gespaard. Dat is vooral de techniek die door de Duitsers toen om zeep werd geholpen. Boksel is nog steeds een heel belangrijk punt in het treinverkeer. Nu al rijden er 20 treinen per uur door het Bokselstation. Dat wordt in de toekomst alleen maar meer. We hebben het programma Hoogfrequent Spoor, ook wel eens genoemd het spoorboekloze rijden, die ervoor zal zorgen dat in de nabije toekomst nog veel meer treinen door Boksel zullen komen. En ook goederentreinen zijn we nog niet kwijt in de komende tientallen jaren. Het belang van Boksel als station is weliswaar wat minder, maar het is nog steeds een heel belangrijke schakel in het Nederlandse spoorwegnet.